Ja, vandaag zijn wij bijeen bij ATIP in verband met de nieuwjaarreceptie. En daar hoort ook een kleine speech bij. En in mijn speech heb ik aangegeven dat wij allereerst de beste wensen wensen aan mensen. Maar ook daarna heb ik aangegeven wat ATIP in 2019 gehad heeft. In 2019 hebben wij behoorlijk moeite gehad met onze activiteiten. Dat in verband met de problematiek met huisvestingprobleem. Wij hadden een volle programma op agenda. We mogen dat uitvoeren. Maar intussen moesten we heel vaak bezig zijn met de bijkomende problematiek zeg maar, van huisvestingproblematiek. En dat is één. En tweede, we kijken naar vooruit inderdaad, 2020. Voor 2020 hebben wij ook weer een heel positieve instelling. We gaan hard onder de riem steken en we gaan weer een volle agenda opmaken. En hebben we al opgemaakt. En dan gaan we dit jaar ook onze achterbaan samen met onze burger in Almelo. Dan gaan wij goede informatiebijeenkomsten, debatten organiseren. En gezellige avonden organiseren. En als het lukt gaan we ook met de gemeente in het gesprek in verband met allerlei activiteiten, ontwikkelingen en nieuwe dingen, zeg maar. En huisvesting inderdaad. Dank u wel. Veel succes. Ja, graag gedaan. Dank u wel.